Ik ben David Verbeek. Mijn belangrijkste advies voor beginnende regisseurs is om, als je een idee hebt voor een film, om het te onderverdelen in twee categorieën. Oftewel, het is iets waar je langere tijd aan wilt werken en waar je kan wachten op financiering. Dat kan jaren duren, dus het is een groter iets, daar ga je aanschrijven. Daar heb je het geduld voor. Of, om soms ook te kijken, als het iets is wat je met kleine middelen kan maken, simpel kan maken, om het gewoon te doen. Ook al krijg je geen geld, ook al krijg je heel weinig geld, blijf bezig en zorg voor die afwisseling tussen grotere, ambitieuzere dingen en kleinere dingen die je snel kan doen. Want je moet absoluut bezig blijven.